Goedemiddag, we hebben weer een splinternieuwe week en het is een spannende week, tenminste spannend, ja, het is wel een spannende week. Morgen is de bruiloft en de ceremonie van mijn zus en Roxy en ik hebben daar heel hard aan gewerkt de laatste 6 weken, want we hebben hem binnen 6 weken in elkaar moeten zetten en allerlei dingen geregeld, muziek geregeld, taart geregeld, hoe de locatie dingen moeten. En het was een moeilijke locatie, dat sowieso. Dus maar, morgen is de dag. En dan zie ik wel weer hoe het er allemaal uitziet. En wat de bloemist allemaal gedaan heeft. En nou ja, dat soort dingen. En dan komen de muzikanten. En dan wordt het feest s'avonds. We moeten nog eten. Dus ik zal er ongetwijfeld dingen over vloggen. En dan duurt het altijd wel een weekje of twee op YouTube verschijnt. Maar ja, dat gaan we me allemaal wel bijhouden. En dus de koffie, ik heb mijn haar zaterdag al gewassen, dus dat komt allemaal wel goed. Mijn jurkje hangt ook klaar. Ik heb hij is wel leuk. Hij is een leuk jurkje, maar ik dacht, ik ga niet met alles toeters en bellen, alles erop en eraan, want je moet het de hele dag, heb je het dan aan. En dan als je dan weer een jurk koopt wat je niet zo vaak aan, dat vind ik ook weer zonde. Dus ik heb gewoon een fluweel jurkje gekocht, waar ik altijd wat aan heb. En omdat ik natuurlijk ook, want je bent bezig, je loopt heen en weer, je moet mensen opvangen, je moet wijzen waar de kleedkamers zijn en zo. Dus ik heb liever zo'n avond, vind ik leuker om bezig te zijn dan dat ik de hele avond zit te zitten en dan word ik moe. En ik heb er geen geduld voor een hele avond. Ik heb er geen geduld voor, laat ik verder niks zeggen. Dus vandaag is maandag en ik moet zo meteen even naar mijn moeder. En die moet naar de tandarts. Dus ik heb gezegd, nou, laat mijn vader nou maar thuis. Die wordt al naar bij de gedachte dat hij naar buiten moet. Dat hebben we gemerkt de laatste tijd. Het zit een beetje tussen zijn oren. Dus ik ga even met haar naar de tandarts. En dan moet ze geloof ik 3 keer uiteindelijk naartoe. Maar ja, vandaag is de eerste keer. Eventjes een boodschapje doen. En dan ga ik naar huis. En dan ga ik wel mijn nagels doen. En gewoon nog eventjes mijn speech dingen doorlezen. En ceremoniegedeelte doorlezen. En dan gaan we morgen op weg. Moet ik eerst eventjes morgen een make-upje doen van mijn moeder. En dan word ik opgehaald, gaan we weg. En dan gaat het allemaal gebeuren. Ik ben heel benieuwd. Goedemiddag allemaal. En hartelijk welkom bruidspaar. Robert en Patricia. En welkom familie en vrienden. We zijn vanmiddag bij elkaar om te vieren dat Robert en Patricia zich elkaar gaan verbinden middels het huwelijk. En dat wilden zij graag delen met de familie en hun vrienden. Wat is er op jouw antwoord? Ja. Wat is er op jouw antwoord? You can kiss your bride. Het is een mistige woensdagmiddag en het is de dag na de bruiloft. Mijn keel doet nog een beetje zeer van dat kletsen over de harde muziek. Dat is altijd wel een probleem, vind ik. En dan tetteren ze ook heel hard in je oor en dan slaan ze helemaal dicht. En ik heb al last van de piep in mijn oor dag en nacht. Dus die was alleen maar nog harder vannacht. Maar alles is goed gegaan, alles was naar wens op de bruiloft. En de ceremonie ging goed, het eten was heel erg lekker. Alle artiesten liepen als een trein, alles ging gesmeerd. Dus mensen hebben zich kostelijk vermaakt. Het was maar een kleine groep mensen hoor. Ik denk dat we er misschien 120 hadden totaal. Ja, zoiets. Dus iedereen had het naar zijn zin. Dus dat was een geslaagde bruiloft. En nu ben ik moe. En ik ben blij dat ik niks hoef te doen vandaag. Ik ben moe. Ik heb nog een beetje zo'n last van mijn keel, lekker droog. Dus dan moet ik een beetje smeren. En morgenochtend moet ik nog even invallen voor iemand in Schiedam, bij de Schiedamse Radio. Dus ik zal dadelijk even een leuke playlist maken. Dus nou, een beetje kalm aan maar vandaag hoor. Ik moet even bijkomen van alles. Even een paar dingen, even bedankjes mailen naar een aantal artiesten. Dat ze geweest waren en bedankt voor hun inzet. Oh, wat een prachtige bloemen. Trouwens heb ik ook al bedankt voor de bloemen allemaal. Dat was een hele mooie, allemaal hele grote boeketten. Vond ik altijd erg mooi.
En dan denk ik, ja, s'nachts, ja, zullen ze aan de gasten meegeven? Of zal ik ook nog eentje meegeven? Dan denk ik, ja, dan zit je ermee in de auto. Nou, toen we vannacht naar huis reden, moest ik krabben. En het was een beetje mistig. En dan denk ik, ja, dan kan niet alles tegelijk dragen. Dan loop ik met die grote bloemstukken. En dan, ja, laat maar. Zonde altijd maar, denk ik. Ja, misschien neem ik personeel mee naar huis, kan ook. Ik vind het altijd wel zonde, hè. Dus nou, ik ga daar eventjes Pim uitlaten. Eten geven. Ga ik een playlist maken. En dan hou ik het een beetje rustig vandaag. En dan moet ik morgen om 6:30 op. Ik zeg hekel aan. Ik hoop niet dat het mistig is. Nou, en dan denk ik dat ik morgen maar eens mijn auto ga vasten. Want het is een klein autootje, dat smartje. Maar ik ben als dame echt... de enige die altijd het vuilste autootje heeft. Zo klein als het is. En ik moet nieuwe automatjes bestellen. Laat ik dat eens een keertje doen. Ze zijn een beetje versleten. Dus ik wil nieuwe automatjes. Nou, dat ga ik doen vandaag. Goedemorgen, het is donderdag en ik ga wel even radio doen. Het is 10:10. Ik heb 10 minuten staan te krabbelen op de ruiten. Toch lukt ze schoon. Dus ik ga naar binnen. Goedemiddag op deze vrijdag. Pimmetje staat lekker te eten. Lekker ze eten met een paar spersieboontjes en worteltjes erdoor. Vindt hij heel erg lekker. En het is vandaag vrijdag. Het is heel koud buiten, want ik kom net van buiten. Het was echt brain freeze als je buiten komt. Maar verder schijnt het zonnetje wel en is er een blauwe lucht. En ik moet zo meteen even iets op mijn laptop doen. En dan ga ik om 4:30 Roxy ophalen. Want we moeten even wat ruilen bij de Primark. Ik had een heel leuk jurkje. Was ook weer de enige in de hele winkel. Want ik zocht nog destijds dat ik dacht van nou moet ik niet een maatje groter nemen. Maar ja, je weet nooit. Want normaal heb ik 12. Maar als de stof niet rekt neem ik liever altijd 14. Nou dit was 12. Hij zat wel leuk. Maar ik denk nou voor het lekkere wil ik hem eigenlijk wel een maatje groter. Nou weet dat ze dat natuurlijk helemaal niet hebben. En dit was al 2 weken geleden gekocht. Dus nou ja. Dan ga ik het maar terugbrengen. En misschien nog een paar lekkere loungebroeken of zo ervoor nemen. Vind ik ook wel lekker.
dat ga ik dan even doen. En ik had nog, zag nog laatst ook nog een berichtje van iemand bij YouTube. Zei, ja, je moet je camera wat verder weghalen. Ja, dat weet ik ook wel, maar dat doet deze lens niet. Dus dit is mijn arm. En toen zei ik hem echt ergens opzet of op een statiefje zet, dan kan ik veel verder weg. Maar de lens begint bij dit, dus ik kan hem niet, I wish, dat ik hem wat verder uit kon zoomen, maar dat gaat niet. Dat doet deze camcorder van Canon niet. Dus nou ja, dan moeten we maar helaas een beetje, ja, voor het mooie zou ik hem ook wel wat verder weg willen hebben. Ja, nou ja, dan maar dit. Dus ik ga een cappuccinootje nemen, laptop pakken en dan vanmiddag eventjes rocks oppikken. Nou, dan is het dan weer aan het eind van de middag, toch? Goedemiddag, het is vandaag zaterdag. Het is een mooie zonnige koude dag met een strafblauwe lucht. Best wel lekker als je in het zonnetje loopt met de hond. Als ik wel eens met Pim wandel, denk ik dat altijd in het zonnetje. Denk ik, oh, nou, lekker, wat loopt dat lekker. En nou, het is eigenlijk wel best wel een drukke week geweest. Dus ik ben blij dat het weekend is. Zo ga ik eventjes naar mijn ouders. Want mijn moeder had een bosje tulpen voor me. Het is ook altijd een goede smoes dat ik dan langs moet komen. Of dat ik daar al nooit ben, hè. Maar nee, dan gaan we even daarheen. En Rox en Dimitri komen er ook heen. Dat vindt oma altijd gezellig. Dus dan gaan we lekker thee drinken. En ik had eindelijk eens de tijd om naar mijn favoriete stoffenwinkeltje te gaan. Want ik was nog niet geweest. En prompt vind ik dan altijd stoffen leuk die net niet in de uitverkoop zijn. Maar het is me wel weer gelukt om wat weg te halen. En dan heb ik in ieder geval wat liggen. Alsof ik dat nog niet heb, zou ik ook zeggen. Ik ben wel een hoorder wat stoffen betreft. Aan mijn hoorder, Arno. Maar dit had ik nog niet. En dan had ik dan iets in mijn hoofd. Want dit is dat zwarte jurkje wat ik laatst maakte. Het was hele lekkere zwarte stof. Dat is Jersey stof en dat heet de Punta Roma. Dat moet ik even onthouden. Dus ik denk, nou, ik haal er nog wat bij. Want ik kan er wel wat over. En ik denk, en dan, nou, dan ga ik daar een jasje van maken. En dan zie ik weer wat. En dan zie ik weer wat. En denk, oh, mooie kleur. Ja, ik neem maar mee. Dus het is dit wat ik gekocht heb. Dus dit is dat zwarte stof wat ik de vorige keer ook gekocht had. En deze vond ik leuk met zo'n pied de poel. En die is aan de binnenkant zwart, zie je. En dan zo is die deze kleur. En toen was de rol op, dus ik heb een halve meter gratis erbij gekregen. Deze kleur vond ik mooi. Dat is ook een soort Punta Roma jersey. En dat is zo'n oud roze kleur. Nou, daar hou ik van. En ik nam een stukje bont mee. Want ik had een heel leuk patroon eigenlijk voor een bontvest. Ik denk, nou, als het dadelijk dan weer een beetje voorjaar wordt. Dan is dat wel leuk aan te trekken als je de hond uitlaat. Dus ik denk, nou, kijk, als ik zo al deze kleuren bij elkaar zie. Ik vind dat ik het mooi gedaan heb. Best wel. Je ziet wel van welke kleuren ik hou. Dus dat heb ik kunnen scoren. Ga ik eigenlijk maar gelijk mijn week afsluiten. Laat ik dat doen. Dan ga ik het dus bij tijd allemaal weer op USB-stick zetten. En dan krijg ik het allemaal weer in handen. En dan kan ze editen. Dus dit was deze keer weer mijn week. Tot de volgende keer. Bye bye.